Dit is de eerste dag van Sonic Connections. Er is hier de komende 3 dagen heel erg veel te doen. Natuurlijk heel veel live muziek, maar ook een Sonic Piepshow en een tentoonstelling van aanwijsstokjes. Maar we gaan eerst naar Live in Your Living Room, een huiskamerconcert. Kom! Ja, we zijn heel blij dat jullie er allemaal zijn. Lekker plus, het hoort helemaal bij een huisconcert. Ik wens jullie gewoon heel erg veel plezier met de Blackie en de Oohoo's. En we verwelkomen elke act altijd met een daverend applaus. En dat we nu ook doen. Vooral de eerste band en heel schattige muziek. Ja, heel leuk. Een mooie huiskamer. En ja, heel jaloers geworden natuurlijk op waar die man woont. Aanwijsstokjes. Wat heb je met aanwijzen? Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niks mee, maar ik heb wel wat met aanwijsstokjes. In feite, aanwijsstokjes wijzen zo ontzettend veel aan. Het is nu wel eens tijd om de aanwijsstokjes zelf in het licht te zetten. Dus toen ben ik gaan sprokkelen en ben ik eigenlijk aanwijsstokjes gaan maken. Ja, dit is een interactieve installatie. Daar kunnen mensen zelf hun aanwijsfeeling testen, zeg maar. En hoe werkt het? Kan je het laten zien? Ja, je kan hier een aanwijsstokje uitpakken, zeg maar, bijvoorbeeld deze. Dus een 3-pointer, dat kan je nu niet zien. Ik heb hier een, zie je 3 aanwijspuntjes. Nou, daar kan je dus testen hoe die voelt en hoe die in de hand ligt, zeg maar. Dus ik ga even een stap achteruit. Zoals je hier ziet, eventjes zo'n testdekseltje. Nou, dan pak je het aanwijsstokje en dan voel je even hoe die ligt en dan pap. Nou, deze is dus perfect. Mijn favoriete aanwijsstokje is het aanwijsstokje. Zie je 2 stokjes verbonden met een touwtje. En dat is een aanwijsstokje die een aanwijsstokje aanwijst. Dus als je, als je het over je aanwijsstokjes hebt, dan kan je deze bijpakken. En dan laat je die andere hangen en dan wijst hij vanzelf het andere aanwijsstokje aan. Je bent geboren in Leuven, toch? Dat is correct. Heeft dat ook iets te maken met dat je hier nu staat? Ja, dat klopt inderdaad. Omdat ik een... Belg ben, hebben ze mij inderdaad ook uitgenodigd. Als je deze aanwijsstok in je handen hebt, dan kan je automatisch wijst die gewoon naar jezelf. Dus het is heel geschikt voor monologen of speeches. En het is ook een heel lekker gevoel. Het is een ego-stokje. En weet je het al? Wat is jouw fijnste aanwijsstokje? Ja, ik ben er niet helemaal over uit. Die doet het in ieder geval niet. Die is de test niet doorgekomen. Ik denk dat deze ook wel... Kijk, ik houd op deze, denk ik. En waarom is deze zo fijn? Zit lekker in de hand, lekker dik, niet te dun. Perfect. Dit is de tweede editie van Sonic Connections. Wat is het verschil met vorig jaar? Ja, ze is gewoon op alle vlakken een beetje groter geworden. Ze is volgens mij even spannend. Tot nu toe zijn al die dromen en wensen ook waar geworden. Er is heel veel context en randprogrammering bijgekomen. We hebben een workshop voor popfotografie. We hebben een radioboot buiten op het plein. We hebben een aanwijsstokjesmuseum en we hebben gewoon 15 hele leuke bands. En er zijn er nu 4 gepasseerd en die waren al super, eigenlijk allemaal. Oh my god! This is not a good shot! Oh my god! This is not, really not a good shot! Ik kijk heel hard uit naar de eerste act van morgen, van vrijdag. Dat is Blackie en de Oohoo's. Die hebben een samenwerking met het Ragazzi strijkkwartet. Dat was een wens van hun en wij hebben hun de kans gegeven om dat ook te realiseren. Dus dat gaat morgen de eerste keer zijn dat ze samen met een strijkkwartet optreden. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ben ook heel benieuwd naar Addicted Croissant met Selassou op zaterdagavond. Ik ben ook heel benieuwd naar Wooden Constructions morgen. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd naar alles. vroeger altijd viool gespeeld. En achteraf heb ik trombone geleerd. En intussen heb ik veel gitaar en piano beginnen spelen en een beetje bas, een beetje trommel af en toe, drums of zo. En ik zing ook. Soms helpt het ook als je zo ongeveer weet, als ik thuis bijvoorbeeld demo's maak of zo. Je kan het zo zelf een beetje invullen al. Dus je kunt alles zo een beetje uitproberen. Ik kan wel zien. Ik heb er een beter beeld van denk ik, hoe het moet klinken. En dus dat is, ik zie dat wel als een voordeel. Vorig jaar stond ik hier ook met voornoemde band Luisa's Dauren. Heb hier ook, dat was denk ik de eerste editie van Sonic Connections. Ik zou veel meer in Nederland willen spelen. Dus. Hopelijk komt dat er wel snel van. Elkin, die zijn nog bezig met soundchecken, dus gaan we wel even vooruitblikken op Tomaan, want die komen straks langs in de studio voor een live interview. Ja, dat is een samenwerking met het Ritz, dat is een school uit Brussel en dat is een radioopleiding. En aan hen hebben we gevraagd om vanuit hun radioboot buiten op het plein 3 avonden lang live verslaggeving te doen van het festival. Tomaan live van op Sonic Connections een paar uur geleden. Constructions. Echt goed. Echt het meest goed zelf. Je hebt alleen maar op vinyl uitgebracht. Ja. Waarom? Dat vinden wij mooi. De intentie is gewoon veel beter bij vinyl en zeker bij singeltjes. Dus onze muziek is, als je daar een hele cd van opzet, dan wordt echt, dat is vermoeiend. En 4 liedjes, 2 op een kant, het is echt perfect. Morgen gaan we weer de studio in. Voor weer 2 nieuwe. We zouden eigenlijk voor een hele plaat gaan en we hoorden die plaat en we dachten van nee, dit kunnen mensen niet aandoen.